Beste mensen, een hele goede middag. En wij gaan het heel zakelijk hebben over wat gebeurt er nou als je data en de verwerking van data onder de kaasstolp weglekt richting landen die niks met de GDPR te maken hebben. We hebben het over Data Transfer Impact Assessment vandaag. Sprekers vandaag zijn twee mensen van SLM Rijk, Bas Dekker en Shayla Akagi. We gaan straks eerst luisteren naar Bas, die gaat het hebben over de basis van de DTA. En Shayla gaat het hebben over de verdieping en de praktijkkant daarvan. Nou, dankjewel voor de introductie allereerst, Walter. Mijn naam is dus Bas Dekker. En ik vind het heel leuk om hier aanwezig te zijn vandaag. Ik ga het hebben samen met Shayla over een heel actueel en interessant onderwerp. Iets waar wij in de dagelijkse praktijk veel mee te maken hebben. En hiervoor heb ik 4 jaar gewerkt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. En dat is ook wel aardig om te zeggen. Ik vond het daar ook een leuk onderwerp en ook iets wat ik altijd met belangstelling volgde. En het is niet iets, het is geen onderwerp wat alleen bij ons speelt, bij ons ministerie. Het is iets wat wij dagelijks ook horen, hè, bijvoorbeeld van private partijen en ook Europese collega's van ons. Ook daar speelt dit onderwerp. En in zijn algemeenheid kun je zeggen dat het in privacyland sowieso een heet hangijzer is. En er gebeurt veel op dit onderwerp. Dus leuk om hier iets over te kunnen vertellen. Mijn taak eigenlijk vandaag, althans mijn doel is eigenlijk vandaag om drie onderwerpen met jullie door te nemen. Allereerst ga ik iets vertellen over de rol van SLM. Dat is belangrijk om te begrijpen de context waarin wij onze werkzaamheden verrichten. En dan kun je daar denk ik ook goed gebruik van maken om zelf te beoordelen wat je met ons werk kunt doen. En dan kun je ook onze rol beter duiden. Vervolgens ga ik het hebben over internationale doorgifte onder de AVG. Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen even helder ook alweer was, even scherp is, hoe hoofdstuk 5 van de AVG ook alweer in elkaar zit. Dat kan ik me goed voorstellen. Dus ook daar ga ik het even over hebben. En dan is het ook duidelijk wat de DTIA, wat de rol van de DTIA is ten opzichte van het juridisch kader. En daarna ga ik jullie nog meenemen met enkele actuele ontwikkelingen. Dus er zijn natuurlijk een hoop gebeurd op het onderwerp. En het is ook leuk om te zeggen, er gaat nog een hoop gebeuren. Dus dat wat betreft de actuele ontwikkelingen. De rol van SLM. SLM staat voor strategisch leveranciersmanagement. Er zijn diverse strategisch leveranciersmanagers, maar wij doen dat voor Microsoft, Google en Amazon Web Services. Dat deden wij voorheen alleen voor Microsoft. En later is daar Google en AWS aan toegevoegd. Nou, wat doen we nou in de praktijk? We zijn natuurlijk niet de hele dag bezig met internationale doorgifte. We doen ontzettend veel. Een van de hoofdthema's waar we mee bezig zijn is toch het goed maken van afspraken met diverse cloud leveranciers. De partijen die ik zojuist noemde, de zo bekende hyperscalers. En daarbij kijken we naar onder andere privacy aspecten, maar ook het generieke contractenrecht. We kijken naar bijvoorbeeld aansprakelijkheid, warranties, noem maar op. Het is een zeer breed scala aan werkzaamheden. En om dat goed te doen moet je ook in veel gevallen een DPIA uitvoeren. Nou, een DPIA kan betekenen dat er diverse hoge risico's zijn aan de verwerking die je voornemens bent om te treffen. En dan is het belangrijk dat je met een leverancier in gesprek gaat en zegt, oké, we hebben X en Y geconstateerd, hoe gaan we dat oplossen? En ook dat je dat goed monitort en dat je dus verbeterplannen goed beoordeelt. En daarnaast is het zo dat er natuurlijk ook een hoop gebeurt qua wetgeving. Iedereen kent de Europese wetgevingsagenda, denk ik wel enigszins, hè, wat er voortkomt uit Europa op dit gebied, veel ten aanzien van cloud en ook generiek. We hebben natuurlijk al eerst de AVG gehad, maar je hebt ook nu bijvoorbeeld de Data Act of de AI Act. En dat heeft dus allemaal, kan dat invloed hebben ook op het werk wat wij verrichten. En je kunt dat denk ik metaforisch wel een beetje zien als een tandwieltje. Als bijvoorbeeld iets gebeurt in de Data Act, bijvoorbeeld het voornemen dat je als afnemer van een clouddienst makkelijker weg moet kunnen. Dan kan dat betekenen dat je dus ook nieuwe afspraken moet maken. Hè? Dus dan heeft het één invloed op het ander. En verder is het nog van belang dat SLM is niet een verwerkingsverantwoordelijke. Hè? Wij zijn dus niet de partij die de contracten afsluit met de partij. Je bent dus zelf verwerkingsverantwoordelijke. En in dat kader moet je ook de DPIA's en DTIA's die wij publiceren op onze website zien. Hè? Dus wij proberen dat zo goed mogelijk te doen. Het sluiten van een paraplu DPIA bijvoorbeeld. Maar die moet je dan toepassen op je eigen
werkzaamheden. Nou, tot slot, heel kort, we deden voorheen alleen Microsoft. Ik zei het zojuist al, maar we willen voorkomen dat je afhankelijk bent van één partij in Nederland. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt van het cloudbeleid. En hetgeen wat de ACM recent in een goed rapport, in mijn inziens goed rapport, heeft gepubliceerd. Namelijk het willen voorkomen van een zogenaamde vendor lock-in. En dus we kijken naar meer partijen en we noemen dat, we doen dat onder de noemer level playing field. Hè. Dus als je wil kijken naar de ene partij, moet je dezelfde voorwaarden in acht nemen voor de andere partij. Goed, dat was de rol van SLM. Dan even internationale doorgifte. Ik zal het in één slide behandelen. Internationale doorgifte. Wat is nou de ratio van internationale doorgifte? Nou, dat is een beetje flauw om te zeggen, maar dat is denk ik dezelfde ratio als die de AVG aan zich voor ogen heeft. Namelijk het waarborgen van een hoog beschermingsniveau voor betrokkenen als het gaat over persoonsgegevens. Nou, binnen Europa hebben we het dan goed geregeld, in ieder geval wettelijk gezien. Maar het zou natuurlijk gek zijn als je gebruik maakt van een subprocessor of een processor buiten de EU, hè, dat het hoge beschermingsniveau wat we proberen te bewerkstelligen, dat het opeens niet meer geldt als je van een derde land, als daar de partij gevestigd is met wie je zaken doet. Zijn er diverse instrumenten onder de AVG die daarvoor van toepassing zijn? Allereerst de bekende adequaatheidsbesluiten. Hè, dat betekent dat de Europese Commissie een land eigenlijk aanwijst als waarvan er sprake is van een vergelijkbaar niveau als dat van de EU. Voorbeeld bijvoorbeeld Andorra of Argentinië, Japan, Zwitserland. Maar er zijn ook situaties dat er geen sprake is van een adequaatheidsbesluit of, zoals natuurlijk bekend, hè, dat er eentje nietig wordt verklaard. Nou, dan kan dat, betekent dat niet dat het internationale doorgifte niet kan. Er zijn er nog andere mechanismen onder de AVG. Zijn genoemd in artikel 46. En dat kan als er sprake is van passende waarborgen. En die zijn mogelijk op grond van diverse verschillende mechanismes. Nou, allereerst heb je de BCR's. Hè, dat zie je met name op international, intercompany transfers. Dus bijvoorbeeld van een groep of een concernrelatie. Je kunt ze trouwens ook toepassen als er sprake is van een processor, maar er is ook niet te veel over uitweiden en misschien onaardig om te zeggen dat daar recent ook enkele recommendations over zijn gepubliceerd. Die zijn nu het zijn nu draft, dus daar zou je naar kunnen kijken. Daarnaast heb je gedragscodes en certificering. Dat zal ik niet te veel over zeggen, komt minder voor. Ook daarvan zijn trouwens guidelines beschikbaar. En dan heb je de uitzonderingen, en dat is artikel 49. En daarvan zou je kunnen spreken als je bijvoorbeeld gebruik maakt van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen om gegevens door te geven naar een derde land. Of als je gegevens nodig hebt in het kader van rechtsvorderingen. Maar de meest gebruikte doorgevenmechanismen, en dat is ook wat in ons werk van belang is, zijn toch wel de SEC's. Daar zal ik zo meteen meer over zeggen. SEC staat voor Standard Contractual Clauses. En in het Nederlands noemen we dat ook wel modelcontracten. Nou, hoofdstuk 5 is de afgelopen tijd ingekleurd en gaat nog ingekleurd worden door een hoop ontwikkelingen. Neem aan dat iedereen weet wat Max Schrems 1 en 2 is. Ik zal geen juridische bespreking houden over deze twee arresten. Maar wel heel even in het kort. Hè, Schrems 1 komt voort uit het feit dat Schrems een zaak heeft aangespannen en die is uiteindelijk bij het Hof gekomen. Daarvan heeft het Hof het zogenaamde Safe Harbor verdrag ongeldig verklaard. Nou, in essentie omdat zij eigenlijk zeiden, de Amerikanen hebben een te uitgebreid scala aan surveillancewetgeving en dat is in strijd met Europese grondrechten. Nou, dat was destijds natuurlijk een groot ding. En dat betekent dat de commissie terug om tafel moest en uiteindelijk is daar een nieuw adequaatheidsbesluit uit voortgekomen. Het heet Privacy Shield. Nou, die stond aan het begin al veel onder druk. Onder andere vanwege diezelfde surveillance mogelijkheden. Hè. Onder andere Prism en Upstream zijn bekende programma's waar bezwaar tegen was. En natuurlijk de evenredigheidseisen uit de handvest. En Schrems en veel andere privacy experts zeiden al in een vroeg stadium, dit kan niet. Er is ook geen sprake van effectieve bescherming en een doeltreffende voorziening in rechten, zoals artikel 47 van het handvest dat vereist. Dus het ding stond van begin af aan onder druk en de uitslag kent iedereen. Ook Privacy Shield is uiteindelijk ongeldig verklaard. En wat belangrijk is, en ook in de context van ons werk wat we nu doen, het Hof heeft niet de SEC's aan zich als doorgiftemechanisme ongeldig verklaard. Dat is wel door veel mensen
En door experts waren daar bang voor. Het Hof heeft wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen het adequaatheidsbesluit en de SEC's. Maar wat belangrijk is om te onthouden en wat ook eigenlijk direct de kern is van het werk wat wij doen in het kader van een DTIA, is dat ze hebben gezegd dat je wel, als je gebruik maakt van SEC's en ook van andere doorgiftemechanismen trouwens, dat je moet kijken of er mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn. Maar wat voor maatregelen dan? Dat was het Hof niet heel helder over. En dat kan trouwens natuurlijk ook lastig hè, in een dergelijke uitspraak. Maar dat betekende wel dat verantwoordelijken met vragen zaten. En gelukkig kwam de EDPB enige tijd later met haar bekende recommendations. Een 6-stappenplan. Hoe je dan moet kijken naar die aanvullende waarborgen. Nou, en dat is eigenlijk de kern en de essentie van het doen van een DTIA. En een van die stappen is bijvoorbeeld een beetje bij stap 3. Kijkt welke aanvullende waarborgen er nodig zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan encryptie. Maar goed, je moet dan wel in het specifieke geval kijken hoe encryptie zich dan verhoudt tot het risico wat je wil afdekken. En ook encryptie is niet altijd een soort van makkelijke holy grail. Hè? Privacy company geeft in een DPIA denk ik een goed voorbeeld. Namelijk als je informatie wil zoeken in je Gmail, dan moet dat voor Google wel leesbaar zijn. Dus je moet goed kijken, oké, we hebben een maatregel, maar hoe moeten we dat dan implementeren en hoe ondervangt dat het bestaande risico? Nou, om dan het verhaal af te maken wat betrekking tot de ontwikkelingen. Iedereen heeft denk ik meegekregen dat er een nieuwe executive order is uitgevaardigd in oktober. En dat volgt eigenlijk het EU Data Privacy Framework. Dat is al wetgeving nu binnen Amerika. Hè? Dus dat betekent dat het juridisch kader al is veranderd. Dus dan zie je ook dat het doen van een DTIA aan verandering onderhevig kan zijn. En dat je de ontwikkelingen dus goed bij moet houden. Nou, er is al de nodige kritiek ook op die executive order. Onder andere door Schrems geuit. Maar dus ook denk ik goed om te zeggen dat dit mogelijk wel zal resulteren in een nieuw adequaatheidsbesluit. Ik zeg mogelijk, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar dat is wel de verwachting. Nou, dan komen we uit bij de SEC's. Allereerst denk ik goed om een reminder te geven. Deze zijn recent vernieuwd in 2021. En die moet je wel opnieuw updaten en implementeren voor 27 december dit jaar. En de SEC's die verwijzen in hun overweging ook weer naar Schrems 2. En het aardige daarvan is dat ze ook daarbij eigenlijk wijzen op de belangrijkste punten. Onder andere kijken naar de specifieke omstandigheden, betrokkenen, de lengte, et cetera. Maar ook naar de wetten van een derde land. Als we nu eens kijken naar Amerika, dan heeft Schrems diverse massa-surveillance wetgevingen aangehaald. Onder andere FISA, je hebt ook EO 12333 en PPD 28. Dat zijn denk ik de bekende uit Schrems 2. Maar er zijn meer wetten die mogelijk van belang zijn. En wij hebben door GT daar een memo voor laten schrijven. Die hebben we ook gepubliceerd op onze website. En dan kun je dus ook kijken of er op welke wetten er mogelijk nog meer van belang zijn in het kader van je DTIA. En tot slot, en dat heb ik zojuist al aangehaald, hè, moet je kijken welke contractuele, technische en historische maatregelen er nog nodig zijn. Maar in ieder geval, dit artikel toont ook aan dat het een wisselwerking is. Kijk welke maatregelen van belang zijn. Dan kom ik tot slot terug. Dus dit was eigenlijk het juridisch kader. Er zijn ook in Nederland een hoop ontwikkelingen gaande. Hè. Het is belangrijk om te noemen dat we dus recent het nieuwe Rijkscloudbeleid hebben geïntroduceerd. Of althans dat dat gepubliceerd is. En ook daarin wordt het belang van het doen van een goede risicoanalyse echt onderstreept. Hè. Ze staat, het gebruik van zowel private als publieke cloudoplossingen is zo'n analyse zelfs verplicht, zo wordt gesteld. En ook de AP die adresseert het belang van het doen van een goede DTIA nog eens in een brief van vorige maand. Waarin zij ook echt nadrukkelijk adviseren om een dergelijke TIA of DTIA, zoals je kunt zien, uit te laten voeren. Dan was dit eigenlijk, zou je dit kunnen zien als de why. Hè? Waarom doen we dit nu? Waarom is het van belang? Niet alleen omdat AP het zegt en omdat het in het cloudbeleid staat, maar dus ook
gelet op guidance van de EDPB en uit wet en regelgeving en uit het Hof van Justitie. En dan zal ik nu graag aan Shayla het woord geven, want zij gaat ons meenemen in hoe doen we dat nou dan in de praktijk? En tegen wat lopen we aan? En welke lessons learned zijn er? Dus ik zou graag het woord nu geven aan mijn collega Shayla. Hi. Dankjewel Bas. Hallo allemaal. Mijn naam is Shayla Akkerich. Ik werk ook als legal counsel bij SLM Rijk. Wij werken inderdaad als ondersteuning bij de werkzaamheden die vaak betrekking hebben op onderhandelingen en onderhoud van contracten met ondertussen Microsoft, Google en AWS. Ik heb ook een presentatie voorbereid die toch wel enigszins verdiepend ingaat in onze werkzaamheden voor wat betreft data transfer impact assessments. Kunnen misschien naar de volgende slide. Onderwerpen waar we het over gaan hebben vandaag zijn sowieso inderdaad de aanleiding. Waarom is het nodig en is het verplicht om een DTA te doen? Daar heeft Bas nu zojuist een hele mooie presentatie over gegeven. Dus de ontwikkelingen in de jurisprudentie zowel als in de wet en regelgeving, wat de verplichting maakt dat we het moeten doen. Daarnaast de werkwijze van een DTA, eventjes afgekort. Dus hoe zijn wij bij SLM Rijk bezig met een DTA uitvoeren of laten uitvoeren. Een volgend punt is lessons learned. Wat hebben we ervan geleerd? Wat willen we andere keer anders of beter doen? En wat willen we ook wel meegeven eigenlijk aan de bredere publiek? Want dat is natuurlijk ook een van de kernpunten van vandaag. Daarbij hoort ook inderdaad het puntje recent developments, oftewel de meest recente ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, die impact hebben op ons dagelijkse werk. En dan blikken we ook nog eventjes kort naar de nabije toekomst, zeg 3 tot 6 maanden. Dus what's next heb ik dat genoemd. Dus wat kan je ongeveer verwachten? En wat is ook heel erg belangrijk voor de internationale doorgifte? En daarmee samenhangend een doen van een DTA. Dus als ik naar het volgende punt ga van de werkwijze. Ik ben zelf komen werken bij SLM Rijk ongeveer 1,5 jaar geleden. Dus dat was zomer 2021. Nou, dat was dus wel een hele belangrijke periode voor wat betreft en dat de internationale doorgifte. Het was wel nog wel in de kinderschoenen. Hè? Dus we moesten wel een modus operandi verzinnen voor hoe we dit werk willen aanpakken. Dus als een van de eerste stappen was de inventarisatie van wat er nou precies in de markt beschikbaar is. Of er überhaupt modellen zijn of handreikingen. Er waren natuurlijk nog geen officiële guidelines. Het enige document wat dan aanvullend was op TRANS 2 was de EDPB recommendations van juni 2021. Nou, dat is dan ook een soort leidraad voor de DTA die we ook zo gebruikt hebben en gebruiken nog steeds. Stap 1 tot en met 5 lopen we door. Stap 6 is gewoon evaluatie. En zo zijn we ook te werk gegaan. Dus stap 3 is een hele belangrijke stap. Bas had het al zojuist net eventjes erover. Vooral het stukje wat te maken heeft met in de analyse van de jurisdictie van het derde land waar de internationale transfer naartoe gaat. In de meeste gevallen zal dat de US law and legislation zijn, omdat we te maken hebben met hyperscalers. Maar dat kunnen natuurlijk ook verschillende andere derde landen zijn, die eventueel bij een transfer betrokken zijn. Dus dat is wel een hele lastige en een ingewikkelde voor een Nederlands jurist. Want wij hebben natuurlijk kennis van ons land waarin wij wonen. En eventueel hebben we natuurlijk EU-lawyers. Maar bijvoorbeeld wet en regelgeving in Amerika is natuurlijk een andere expertise die we ook niet in huis hebben.
Dus vandaar dat we ook inderdaad in de markt gezocht hebben naar een internationaal advocatenkantoor, die ook eventueel een vestiging heeft in Amerika, waardoor we inderdaad met de juiste conclusies, sowieso voorafgaand de juiste analyse en uiteindelijk de juiste conclusies konden komen en met een een degelijk goed onderbouwde basis konden aanhouden voor de DTIA. Dus inderdaad, dit stukje is toch uitbesteed aan een internationaal advocatenkantoor. En die hebben we ook gedeeld op onze site, overigens. Daarnaast hebben we het model van David Rosenthal gebruikt, welke beschikbaar is gesteld op de site van International Association for Privacy Professionals. En welke ook, naar wat wij horen, veelal gebruikt wordt. Daarnaast is het ook wel heel belangrijk om te kijken naar welke situatie hebben we het nu over. Dus internationale doorgifte is een heel breed onderwerp, als je dat met iedereen wil bespreken. Maar het is ook wel belangrijk om te trechteren, om de focus te houden, om de scope beperkt te houden. En om die reden een relevante use cases te kiezen die voor je eigen situaties van toepassing zijn natuurlijk sowieso, maar die ook het meest impactvol zijn voor de situaties waar wij mee te maken hebben bij SLM Rijk. Want zoals Bas eigenlijk zo aan het begin vertelde, het is wel een belangrijk gegeven bij SLM Rijk dat wij een overkoepelende, oftewel paraplu, DPA's, CQ-DTA's doen of laten doen. En dat bepaalt natuurlijk ook de use cases die gebruikt worden, maar ook de voorbeelden in de DPA's. Dus die kunnen heel algemeen van aard zijn. Omdat wij inderdaad ook framework agreements afspreken met deze partijen, die inderdaad eigenlijk een overkoepelend basis zijn voor de intappende rijksentiteiten die daar mogelijk gebruik van kunnen maken. Dat eventjes kort over de werkwijze. Wat misschien ook belangrijk om te melden is mijn volgende slide. Ik heb het genoemd hyperscalers en personal data. Waarom is dat nou zo? Dat was natuurlijk ook wel interessant in deze DTIA, maar ook in de brede context. De AVG of de GDPR die spreekt van personal data, hè, van persoonsgegevens, daar zijn definities van. Dus dat is voor de Europese juristen is natuurlijk een bekend verhaal. Alleen de hyperscalers hebben daar toch een andere smaak en vorm aan gegeven. Dus vaak tref je dit soort categorieën aan die ik net genoemd heb. Dus dat is customer data, hè, dat is zoals het vaak genoemd wordt, maar ook sommige plekken content data. Account data, hè, dus dat is de data of persoonsgegevens die te maken kunnen hebben met je account. Support data, dat is dus de data die in de service van het geven van support kan voorkomen. Dus stel voor je hebt een probleem met een product en je benadert de leverancier van help mij met een onderwerp. Daar gaat natuurlijk ook weer dataflow heen en weer, zodat inderdaad hulp ingeschakeld kan worden, je probleem geanalyseerd kan worden en de juiste oplossing bedacht kan worden. Dus daarin kan ook gewoon persoonsgegevens aangetroffen worden. En als laatste, diagnostic data, ook wel eens genoemd metadata of telemetriedata. Dus daar zitten ook weer sub- en onderverdelingen in. Maar die is ook belangrijk, omdat daar ook persoonsgegevens kunnen voorkomen. Dit maakt deze exercitie ook wat lastiger, is onze ervaring, omdat bijvoorbeeld in de algemene zin, hè, terms and services, als je online kijkt, hè, van de grote leveranciers, die hebben het niet per definitie over personal data. Dus zowel deze vier categorieën, soms wel meer data, kunnen personal data behelzen. Dus het is aan ons dan om zeg maar de overlap te zoeken waar
kan personal data over, in welke categorieën data is die allemaal te vinden. Dus dat is een soort van extra exercitie die dan ook plaats moet vinden op het moment dat je een DTA doet of een DPA. Dit is wel een vaak voorkomend iets. Dus als we naar de volgende slide gaan, heb ik genoemd lessons learned. Dus er zijn natuurlijk heel veel dingen die we geleerd hebben, maar je moet een beetje terechtruimen in containerbegrip een aantal zaken benoemen. Wat voor mij altijd belangrijk is, maar eigenlijk zeker voor DPA's en DTA's, is de scope van je onderzoek. Hè? Dus wij hebben het hier over paraplu-DPA's en DTA's. Maar dan nog is het heel belangrijk om je transfer goed af te bakenen. Dus dat je goed weet, zoals eigenlijk de eerste stap van de recommendations van EDPD ook vertelt, know your transfers. Dus hè, welke internationale doorgifte mogelijkheid hebben we het nu over. Dus gaat het om producten waarin het kan voorkomen, of waarvan ben je zeker eigenlijk dat het voorkomt. Dus dat is wel heel belangrijk. En ook af te kaderen van in het gebruik van je use cases, zodat het ook naar voren kan komen binnen jouw analyse die je uitvoert. En dat is inderdaad ook gelijk de lijn naar de volgende punt. Specialistische, juridische en technische kennis is nodig. Ik zeg het wel, ik heb dat en ook dik gemaakt, omdat eigenlijk de een zowel als de ander super belangrijk zijn. Aan de ene kant hebben we natuurlijk heel veel juristen die bezig zijn met desk research, hè, en zo mogelijk alle papieren, alle beschikbare documenten, alle aangeleverde documenten, contracten. Hè, dus alle juridische basisdocumenten die beschikbaar zijn, die moeten natuurlijk doorgeakkerd worden. Dat is één kant van het verhaal. En het andere, net zo belangrijke, is de technische analyse / skills / kennis. Die dus eigenlijk waarnemingen en bevindingen moet maken van de beschreven situaties in de stukken. Dus aan de ene kant heb je paper reality, zoals ze dat noemen. Hè? Dus ze kunnen zaken wel goed mooi afgetimmerd zijn in contracten. Maar aan de andere kant heb je ook de feitelijke stand van zaken, van technologie en hoe het überhaupt werkt, hoe die producten met elkaar samenwerken, op welke platform ze draaien en dat soort zaken. Dus dat is toch ook wel echt een super specialistische kennis die nodig is bij dit soort analyses en waar wij graag gebruik van maken. Dus een advies wat wij dan aan het Rijk, omdat wij natuurlijk Rijksambtenaren zijn, gebruiken wij het Rijks-DPA-model zoals die beschikbaar is gesteld door het ministerie van BZK. En graag incorporeren wij een DTA binnen dat model. Ik heb geloof paragraaf 7-8 opgezocht waar het dan bij hoort. Uiteraard is het ook mogelijk om een andere DPA-format / module te gebruiken als je inderdaad niet verplicht bij de Rijksoverheid werkt. Maar DTA is wel een belangrijk onderdeel als je al een DPA doet. Daarnaast hebben we ook gezegd dat je een losse DTA ook natuurlijk kan uitvoeren. Hè? Dus stel voor dat er niet een hele uitgebreide DPA nodig is, maar je hebt te maken met een international transfer, dan kan je dat natuurlijk ook los doen. Wat voor ons heel belangrijk is, omdat wij binnen het Rijk samenwerken, is om de kennis te borgen en te delen. Omdat, en dat is mijn volgende punt, het een vrij tijdrovende en kostbare exercitie is om een DTA te doen. En wel om alle punten die ik zojuist genoemd heb. Zeker step 3 van de recommendations. Hè, dus analyse van derde landen, jurisdicties / wet en regelgeving, is natuurlijk wel een complex puntje. Even kijken, de volgende slide heb ik genoemd.
de recent developments, hè, daar was het zojuist wel eventjes over gehad. Over a possible US adequacy decision, hè, in 2023 tussen EU en US. We hebben de executive order gehad inderdaad. En op basis daarvan verwachten we iets van een officiële tekst aan het eind van het eerste kwartaal van het komende jaar. Nou ja, goed, wat er nou precies gaat gebeuren kunnen wij natuurlijk niet voorspellen. We kunnen wel enigszins wat scenario's voor onszelf verzinnen, puur ook ter voorbereiding. En dat zou dus in dit geval zijn de best case scenario. Dat er dus wel een adequaatheidsbesluit komt, waardoor je inderdaad een veilige doorgifte van persoonsgegevens hebt naar de Verenigde Staten in ieder geval. En dan heb ik voor wat dat betreft ook opgenoemd, worst case scenario is dat er dus toch geen adequacy decision zou komen. Dat kan natuurlijk ook. Het is een beetje afhankelijk van het advies wat IDPB ook gaat geven en dat soort zaken en hoe er gestemd wordt. Ja, dat kan je natuurlijk niet voorspellen van tevoren. Maar goed, in dat geval zou je alsnog de TIA nodig hebben voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de US. Ik heb wel expliciet ook als een nood opgezond dat een DTIA dan sowieso nog steeds nodig is voor andere derde landen. We hebben het met adequacy decision in dit geval dan over die van Verenigde Staten. Korte blik vooruit. What's next heb ik deze genoemd. En inderdaad ondergesplitst in internationaal en nationaal. Voor wat internationale doorgifte betreft is een European Data Protection Board onderzoek naar gebruik van clouddiensten door de overheidsinstellingen ook een hele belangrijke. Deze heeft plaatsgevonden dit jaar, vanaf begin dit jaar. En IDPB heeft op hun site wel gezet dat de resultaten eind dit jaar toch wel gepubliceerd zullen worden. Dus nou ja. We zijn heel erg benieuwd naar de resultaten. Wat misschien wel interessant is om te melden, is dat natuurlijk de autoriteit persoonsgegevens, ook mijn vorige werkgever, heeft al gezegd, in een brief hebben ze al wat van de bevindingen van de AP zelf gepubliceerd op de site van autoriteit persoonsgegevens. Dus die kan je eventueel opzoeken als je dat interessant vindt. Maar goed, dit overkoepelende onderzoek moet nog gepubliceerd worden. Daarnaast verwachten we natuurlijk toch de adequacy decision voor US, al dan niet. Dus het feit dat het niet gaat komen is natuurlijk ook een ontwikkeling. Jurisprudentie is daarnaast ook nog in ontwikkeling. Hè? Sowieso in Nederland als in bredere zin. Mensen spreken al van Schrems 3 en 4 en dat soort zaken. Nou ja, goed, dat gaan we allemaal meemaken. En daarnaast voeren wij bij SLM Rijk ook een DTA op Google in samenwerking met Surf en Sifon. Dat zijn coöperaties, ICT-coöperaties van primair, middelbaar en hoger onderwijs, waar we ook inderdaad mee samen optrekken in verschillende dossiers. Als je interesse hebt in een aantal uitgevoerde DPA/DTA's, die publiceren wij meestal op onze site, zoals hier vermeld, een klein beetje reclame. En anders kan je ze natuurlijk ook altijd opvragen bij ons. Nationaal zijn er ook een aantal ontwikkelingen te melden en te verwachten. Zoals het Rijksbrede Cloud-beleid, hè, wat Bas al genoemd heeft, die is reeds gepubliceerd augustus 2022. Alleen is daar ook een implementatiekader voor in de maak. En die wordt volgens mij ook binnenkort verwacht. Daarnaast de reactie van de AP eind november dit jaar in zaken dat Rijksbrede cloudbeleid is ook wel interessant. Ik heb een aantal punten daarvan opgenomen, niet de hele brief. Dus dit zijn vooral dingen die te maken hebben met internationale doorgifte, wat ik dan eventjes onderbelicht heb. Dat is DTA vooraf, hè? Dus maak wel die impactanalyse voordat je begint met een verwerking die mogelijk de internationale doorgifte behelst. Tweede punt heb ik wel eventjes tussen haakjes, want ik heb hem ook echt letterlijk uit die brief overgenomen. Maar goed, zij
adresseren nadrukkelijk de specifieke risico's die spelen bij de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, waaronder ook de mogelijke toegang tot persoonsgegevens van buiten de EER. Dat is wel een hele belangrijke, omdat inderdaad international transfers behelzen verwerken, opslag en toegang, oftewel access in het Engels. Dus dat is ook eentje om extra bij stil te staan. En daarnaast een derde, maakt het beleid verplicht voor het Rijk, al dus Adolfse. Dus momenteel is rijksbreed cloudbeleid niet verplicht voor alle entiteiten. Hè. Er zit een keuzeoptie in en dat, nou ja, dat zou AP graag anders willen zien. Dat het dus wel verplicht wordt voor alle rijksonderdelen. Dat is ongeveer ook het einde van mijn presentatie. Dit zijn onze contactgegevens inderdaad via slmicrosoftrijk.nl en via de postbus. Dank jullie wel. Dank je wel, Sheila. En dank je wel, Bas, voor jullie verhaal. Er staan een aantal vragen ook in de, ja, ik noem het nog steeds Q&A, maar hij heet VNA, van de Nederlandse versie, vraag en antwoord. Daar ga ik van bovenaf eventjes doorheen. Een paar zijn volgens mij ook al wel aangestipt. Iemand die vraagt, heeft het Rijk een standaard format voor datadoorgifte? Want er is een Rijks-DPA. Maar dat model, dat is inmiddels beschikbaar, toch? Of er een model DTI is, bedoel je? Ja. Nou, daar wordt aan gewerkt. Ik zit zelf ook in een werkgroep inderdaad met PARS samen. Dat wordt getrokken door CIO Rijk. Dus als het goed is, komt daar binnenkort meer informatie over. Dus er wordt hard aan gewerkt. Ja. Okay. En dan gaan kleine toevoeging daarop, want dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Hè? Want ons doel ook is dat mensen ons werk en ook ander werk kunnen recyclen. En als je dan volgens hetzelfde format werkt, komt dat alleen maar dat ten goede. Dus dat is heel mooi, denk ik, dat eraan gewerkt wordt. Ja, zoals het meest recente Rijksmodel DPIA, wel Rijksmodel DPIA heet, maar eigenlijk ook veel breder inzetbaar is en ook als zodanig is opgezet. Vandaar dat wij het ook op de SIP-site publiceren, omdat ook andere overheden daar een voordeel mee kunnen doen. Zo hopen we ook allemaal op een vergelijkbare insteek bij de DTIA. En wij zullen ons vanuit SIP daar begin volgend jaar weer over melden naar jullie toe, beste deelnemers. Oké, een aardige. Trouwens, zijn allemaal aardige en interessante vragen. Maar iemand die stelt voor jou, als je dan met die hele grote jongens te maken hebt, hoe kan je het dan even nog hebben over een level playing field? Bas, jij had het erover. Ja. Dat is een beetje lastig in een veld vol met reuzen, of niet? Nou, dat is natuurlijk een hele goede opmerking. Hè? En dat wij zien die verschillen, denk ik, tussen die partijen als geen ander. Dus we begrijpen dat er absoluut grote verschillen zijn daartussen. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel te benadrukken is, we hebben te maken met hele verschillende grote partijen. Maar je moet dan toch, als je gaat kijken, oké, op basis van functionaliteit is het belangrijk dat je dan dezelfde eisen daaraan stelt. Hè? En ook, dat is ook de ratio daarvan, als je gebruik maakt van een dienst en je wil weg naar een andere organisatie, dan moet dat ook sprake zijn van een vergelijkbare dienst, die we dan ook op een vergelijkbare manier gecontracteerd hebben en ook op een vergelijkbare manier zo goed mogelijk geassessed hebben. Hè? Dus dat probeer ik daarmee te zeggen, maar het is absoluut zo dat er natuurlijk grote verschillen tussen zitten. Dus de opmerking is denk ik terecht. Ja, ze moeten door hetzelfde poortje en voldoen aan dezelfde voorwaarden. Ja. Iemand die vraagt ook, je kan relatief gemakkelijk actieve gegevens overdag naar een derde land bespreekbaar maken. Maar hoe krijg je nou de garantie dat er ook geen persoonsgegevens doorcijpelen? Leveranciers doen hier vaak hele vage toezeggingen over. Wat is jullie ervaring daarmee? En jullie insteek daarbij? Zal ik hem pakken, Bas? Ik weet niet wat je precies bedoelt met doorcijpelen, maar in principe is een DTIA een mooi transparantiemiddel, hè? Om voor jezelf helder te maken welke mogelijke doorcijpeldeurtjes er bestaan. Dus in die zin gaan er gewoon persoonsgegevens naar derde landen. Daar zijn we ons wel degelijk van bewust. Het gaat er meer om dat inderdaad het doorgiftemechanisme wat je gebruikt een valide is. Hè? Dat je een doorgiftemechanisme hebt wat juridisch oké is. En daarnaast, zoals de recommendations ook vertellen, moeten er voldoende supplementary measures zijn. Dus aanvullende maatregelen die het doorgiftestroom veilig
maken. Dus dat kan zijn, daar staan ook een aantal voorbeelden in de IDPP recommendations. Dat kunnen contractuele maatregelen zijn, organisatorische, technische. Daar vallen ook encryptiemethodes onder. Dus het punt is denk ik wel in de situatie van SRAMS 2, hè, van mass surveillance gevaar. Dat ook al valt het in de verkeerde handen, dat ze er niet bij kunnen. Dus dat de informatie op die manier versleuteld is. Dat je het niet met een tweede sleutel weer open kan maken en beschikbaar kan stellen. Dus dat is een beetje het idee van aanvullende maatregelen die naast het doorgiftemechanisme nodig zijn. Dus wij gaan ervan uit dat inderdaad doorgifte plaatsvindt en dan de DTIA moet uitwijzen welke aanvullende maatregelen ook getroffen worden om deze situatie veilig te maken. Oké. Okay. Het komt net al even van de orde. Jullie zijn Rijksambtenaren. En Rijk heeft bijna per definitie best wel ruime budget, veel kennis in huis. Dus iemand vraagt, ja, wat adviseer je nou aan kleinere organisaties? Die geen budget hebben voor een internationaal kantoor en de US law kant op die manier wat moeilijk kan managen of kan betrekken bij het verhaal. Want er staat op de website van overheidsaanvragen hoe je om moet gaan met Visa en Cloud Act en zo. Dus kern van de vraag is, wat moeten kleinere organisaties hier nou mee? Ja, dat vind ik een terechte vraag. En ik denk dat dat zowel geldt voor private bedrijven, kleine private bedrijven, maar ook voor kleinere overheidsorganisaties. Hè. En eigenlijk het enige antwoord wat ik daarop kan geven is, probeer zo goed mogelijk gebruik te maken ook van andermans werk. Een heleboel is al gedaan en dat is ook echt wat we proberen te doen. Bijvoorbeeld zo'n advocatenkantoor wat we net aanhaalden, hè, waarin ook trouwens terecht wordt gerefereerd naar de Cloud Act, die heb ik niet genoemd, met extraterritoriale werking. De implicaties daarvan, die kunnen dan verschillen per situatie. Maar het is ja, voor een kleine organisatie ook per definitie lastiger, omdat er minder middelen beschikbaar zijn om een hele uitgebreide assessment te doen. Dus het enige wat ik daarover kan zeggen is, probeer zo goed mogelijk dat dan gebruik te maken van het werk van anderen. Dat probeer ik te zeggen. Als ik daar iets aan toe mag voegen, dat is wel ook een van de extra beweegredenen dat wij ook een heleboel van ons werk publiceren, hè, op onze site. Zodat inderdaad herhaling van zet wel plaatsvindt, maar dat je al in ieder geval een basis hebt van datgene wat wij al hebben uitgezocht met de middelen die er zijn. Dus inderdaad voor het Rijk, maar is ook openbaar beschikbaar gesteld voor een ander om gebruik van te maken. Nou heb jij in jouw laatste slide een website van SLM Microsoft Rijk. Is dat de plek waar ze dat kunnen vinden allemaal? Ja, klopt. Okay. En staat daar dan ook een lijst met landen waarvoor adequaatheidsbesluiten al opstaan? Nee, maar die staat wel op de site van de AP. Dus dat is geen probleem. Mooi. Nou kwam cloud net al een aantal keren langs. Hè. Er zijn al dingen in ontwikkeling van hoe moeten we daarmee omgaan. Er zijn juridische besluiten, ook in Duitsland begreep ik recent, waarnaar gekeken gaat worden. Maar even inzoomen op een hele praktische. Wat voor tips hebben jullie nou voor organisaties die op dit moment bezig zijn met het invoeren van Office 365 of dat overwegen? En dan wordt denk ik gerefereerd naar het Duitse onderzoek, hè, wat recent gepubliceerd. Ja, dat Duitse bedacht ik erbij, maar de vraagsteller noemt specifiek Office 365. Ja, nee, ik denk dat dan de vraag daarop toeziet. En Duitsland, de Duitse toezichthouder, heeft recent een onderzoek gepubliceerd, hè, waarin ze eigenlijk stellen dat het gebruik van Office 365 problematisch is, om het zacht uit te drukken, onder de AVG. En wij hebben niet een grondige assessment gedaan en ook niet kunnen doen van die bevindingen allereerst, omdat wij het onderzoek niet hebben. Maar het is wel heel belangrijk, en dat wil ik echt onderstrepen, dat wij goede afspraken hebben, vergaande afspraken hebben met Microsoft over het gebruik van Microsoft-producten. Wij denken in dit stadium dat daarmee die kritiek ook is ondervangen. Maar om dat echt goed te kunnen uitzoeken, zou je een goede compare moeten maken tussen de contracten en dat onderzoek. Dus dat is in dit stadium denk ik te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Ja. Even een hele specifieke. Jullie werken ook samen met SURF en SIFON, de onderwijskant. En iemand die vraagt, en ik weet niet of jullie het antwoord weten, maar ik gooi de vraag toch maar even aan jullie toe.
Klopt het dat Microsoft berichtinhoud van Nederlandse onderwijsinstellingen gebruikt om hun AI-modellen te trainen? Weet u er daar iets van? Is dat langsgekomen of mag je daar wat over zeggen? Nou, ik kan daar wel kort iets over zeggen. Over de inhoud van de contracten kunnen we natuurlijk niet verder publiek uitweiden. Zeker niet over andermans contracten, want dat is dan weer inderdaad van Sir Francisco. Dus dat is even buiten scope van vandaag, denk ik. Oké. Iemand vraagt heel specifiek, we hebben het over Microsoft gehad, maar Amazon Web Services kwam eventjes langs en iemand is op de site aan kijken geweest en kan geen DTIA, DPIA van Amazon vinden. Is die er wel en zo ja, waar kunnen mensen die vinden? DTIA van Amazon, die is er nog niet, maar alles wat klaar is, is inderdaad wel op de site te vinden. Ik heb volgens mij iets over de Google DTA aangekondigd. Dus wij publiceren over het algemeen de afgeronde onderzoeken. Dus niet de onderzoeken die nog in de maak zijn. Zodra het er is, dan staat het op de site. En eventjes over de M365. Het is wel zo dat wij natuurlijk ook, omdat we een grote groep stakeholders hebben, hè, publiceren we vaak memo's en of aanwijzingen in zaken de meest recente ontwikkelingen. Dus vaak komen er ook stukjes, memo's, blogs op onze site die op de meest actuele ontwikkelingen ingaan. En M365 is zo'n onderwerp hè, wat ook voorbij is gekomen vrij recent. Dus dat zijn wel zaken die we wel behandelen. En waarbij inderdaad als er veel vragen komen, een overkoepelend bericht komt van hoe gaan we daarmee om en hoe is onze situatie en wat zijn wel of geen goed gegronde zorg in ons geval. Dus dat is wel iets wat misschien nog aan bod gaat komen. Oké. Okay. Bas, even naar jou terug. Het kwam net al even langs, maar nu wordt er ook vanuit de deelnemers naar gevraagd. Hoe kijken jullie aan tegen de recente uitspraken van de Duitse toezichthouder over het gebruik van bijzondere persoonsgegevens in Microsoft Cloud? Ja, dat sluit ik toch aan bij het antwoord wat ik daarnet ook over gaf. Hè. We hebben vergaande en goede contacten met Microsoft. En het kan zo zijn hè, dat er toezichthouders, en dat kan ten aanzien van allerlei soorten zaken zijn, met een onderzoek komen wat dan mogelijk implicaties heeft hè, voor het contract wat je hebt. Of in ieder geval wat mogelijk kan duiden dat de uitvoering van het contract niet helemaal goed zou zijn, maar in dit geval hebben we daar niet reden toe om dat aan te nemen, om te denken. Dus als dat zo is, hè, dan houden we die ontwikkelingen sowieso goed bij. Maar in dit stadium kunnen we daar niet heel veel meer over zeggen. Oké. Eén vraag, die wordt gesteld door een persoon die is aan het afstuderen. En die wil heel graag weten wanneer de DTIA gepubliceerd wordt, of zij of hij die nog mee kan nemen, wellicht in blijkbaar een scriptie die erover zal gaan. Heb je een soort datumindicatie wanneer die publiceerbaar gaat worden? Of januari, of maart? Of is dat lastig? Misschien kan je ons benaderen via de postbus. Dan kunnen we het erover hebben over wanneer je nou precies moet afstuderen. Want het is heel lastig als je een voorspelling maakt. Dan gaan mensen in januari bellen van is het al klaar. Dus dat is een beetje moeilijk om echt een datum te noemen. Stuur een mailtje naar slmmicrosoft@minjnv.nl. Yes. Thanks. Een reactie wordt genoemd in een vraag van een Amerikaanse leverancier. Die stelt dat de gegevens die in de EER worden verwerkt, en dat er geen gegevens naar Amerika gaan. Oftewel, een DTIA is niet noodzakelijk. Dan wordt er blijkbaar getwijfeld aan de waarheid van die opmerking, want de vragensteller stelt, hoe breek je daar doorheen? Ik kan daar wel iets over zeggen. Denk ik dat die vraag ook refereert naar de Cloud Act. De Cloud Act die is, daar staat ook een mooi memo over op onze website, over de extraterritoriale werking van die Cloud Act. En het is zo dat eigenlijk de kern van de memo is dat het ontzettend lastig is om je daaraan te onttrekken. Als je dus gebruik maakt van een Amerikaanse leverancier, dan is het zo. En voor de exacte formulering verwijs ik wel naar dat memo. Maar is het zo dat je daar al heel snel onder valt? En access wordt ook gezien als een transfer. Dus het simpele feit hè, dat je data in de EU staat, wil niet zeggen dat je dus ook geheel uit handen bent van Amerikaanse overheidsdiensten. En dat geldt overigens niet alleen voor Amerikanen. Hoor. Het zou zomaar kunnen dat dat ook voor andere landen geldt die vergelijkbare wetgeving hebben als de Cloud Act.
Ja, dus zeg maar in normaal Nederlands, als je vanuit een niet-EER-land inzage hebt, informatie van persoonsgegevens kan raadplegen, dan is dat ook al een deur die openstaat en waar je mee moet. Exact, ja. Dus dat is wel belangrijk om dat in oogenschouw te nemen, denk ik. Ja, oké. Okay. Dus, ja, ga je gang. Ik kan wel heel eventjes aanvullen als je vraagt hoe breek je daar doorheen. Nou, dat is ook een van mijn slides. Hè. Dat is dus dankbaar gebruik maken van technologen van deze wereld. Want die kunnen natuurlijk bepaalde testomgeving, settings bewerkstelligen. Waardoor je gewoon ziet wat er gebeurt. Hè. Dus dan wordt er gewoon feitelijk vastgesteld dat er wel degelijk een deurtje open staat. Of dat er gegevens toch over de lijn gaan naar buiten de EU/EES. En dan is dat feitelijk vastgesteld. Dus daarom is die combo techniek en recht heel belangrijk in deze. En noodzakelijk om te kijken of de papieren werkelijkheid overeenkomt met wat er feitelijk gebeurt. Dus op die manier doen wij dat meestal. Ja, dan zitten wij in Nederland. En de volgende vraag gaat eigenlijk even over een wat internationalere context. Dat raakt weer een beetje aan Duitsland, maar de context is eigenlijk, SLM Rijk heeft een DPI uitgevoerd op Microsoft Windows en Office. Na onderhandeling met Microsoft is het gebruik ervan gekeurd. In Duitsland is een ander oordeel geveld door de privacyautoriteit en is het gebruik in het onderwijs verboden. Hoe komt het nou dat er binnen verschillende EU-landen verschillende conclusies komen en besluiten worden genomen? Willen jullie daar iets over zeggen? Denk maar even aan Bas dan. Nou ja, ik kan er zeker iets over zeggen. Ik denk dat niet alleen geldt voor internationale doorgifte. Hè. Je ziet ook ten aanzien van alle AVG-aspecten, zie je soms dat toezichthouders over andere zaken anders denken. En ik denk dat dat ook is ondervangen in systematiek hoe de AVG is opgezet. Hè. Je kunt dan ook uiteindelijk bij de IDPD terechtkomen of bij het Hof van Justitie terechtkomen dat er een oordeel daarover komt. Maar ik denk ook dat het logisch is dat het soms zo kan zijn dat een toezichthouder ergens net iets anders over denkt. Daarbij is ook van belang hè, dat je goed kijkt naar de context. Is die precies hetzelfde als in Nederland? En in dit geval kan ik dat nog niet helemaal overzien. Maar dat is denk ik de reden dat het zo kan zijn. Hè, dat er soms conflicterende uitspraken lijken te zijn of zijn. Ik ben het wel met je eens hoor, maar in dat in die setting kan je denk ik ook wel de meest recente publicatie op de IDPI-site bekijken van vandaag, waarin eigenlijk de drie hele oude zaken van de DPC, hè, van de Ierse toezichthouder, tot een eind lijken gekomen te zijn. Waarin ook wel heel veel normuitleg naar voren gaat komen. Want daar hebben we het nu over, hè? Dat de norm anders wordt uitgelegd in Nederland of in Duitsland. En dat is inderdaad wel lastig, daar hebben we ook mee te maken regelmatig. Maar inderdaad door dat one-stop-shop mechanisme verder te ontwikkelen, wat volgens mij ook wel de bedoeling is van de toezichthouders, gaan we hopelijk richting wat meer harmonisering van de privacy wet en regelgeving binnen Europa. Oké. Toch nog even een vraag over timing. Blijkbaar is dit een heel hot onderwerp. Want iemand vraagt nu, die DPI voor Amazon Web Services, wanneer wordt die verwacht ongeveer? Blijkbaar is dat iets wat mensen toch al nadrukkelijk bezighouden op dit moment. Ja. Nou ja, we zijn ermee bezig, hè? Maar wat ik zeg, we doen niet van tevoren aankondigen van dan en dan komt het online, want dat is heel lastig om in te schatten. En om teleurstelling te voorkomen ook. Hè? Dus op het moment dat het er is, dan wordt dat ook op LinkedIn kenbaar gemaakt. We publiceren op veel kanalen dat het er is en dat het online staat. En dat is ook altijd de insteek, maar van tevoren vind ik wel lastig om data te noemen. Ja. Ik heb nog één afsluitende, want het is bijna tijd. Gaan jullie de komstige DTA's publiceren, allemaal? Of blijven er sommige vertrouwelijk? Nou ja, ik kan die wel kort beantwoorden. We zijn gebonden aan de wet open overheid. Hè? Dus we horen ons te houden aan de normen die daaruit voortvloeien. Dus de insteek sinds de toeslagaffaire is natuurlijk wel zoveel mogelijk transparantie van de Rijksoverheid. En dat is ongeveer het startpunt. Maar er kunnen natuurlijk wel situaties zijn die om welke reden dan ook een bepaalde stukken gevoelig maken, zodat het
niet kan. Dus er wordt wel degelijk elke keer een afweging gemaakt van wat kan nou wel en wat niet. Dus wat wel kan, publiceren we wel. Maar we hebben ons ook aan de wet te houden, uiteraard. De oude WOP en de nieuwe WO. Dus daar houden we wel rekening mee natuurlijk. Ja, ik zie trouwens in de Q&A of de VMA ook al een antwoord staan van iemand van Binnenlandse Zaken over wat er gepubliceerd is. Dus daar kan je ook nog even kijken voor een antwoord op dit soort vragen. Het is 2 uur, beste mensen. We zijn niet aan alle vragen toegekomen. Ik wil je enorm danken voor jullie betrokkenheid bij dit onderwerp. Sheila en Bas, enorm bedankt voor dit interessante verhaal en jullie ervaringen die je erover gedeeld hebt. En jullie deelnemers enorm bedankt voor jullie aanwezigheid hierbij. Namens SIP wens ik jullie alvast hele fijne feestdagen en een heel veilig en mooi 2023. En tot ziens aan de andere kant van de jaarwisseling. Dag. Dankjewel, Walter. Dankjewel. Graag gedaan.